Gaan jullie ook mee in de coolbox, dames? Wat is er gebeurd? Je komt niets of niemand tussen. Ja, dit zijn wel echt dan weer de nadelen van dagelijks vloggen, jongens. Wat een ongein, jongens. Hey. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. De koffers liggen klaar, want we gaan er vandoor. We gaan er straks vandoor, want wij, Ruben en ik, gaan... Hey, mijn lens is vies. Gadverdamme, waarom is die lens altijd vies? Ja, dat weet ik niet. Wat is dit met die lens? Ja, ik heb geen idee. Ik denk van gisteren, van al dat sleeën en leuk doen. Potjandoor, jongens. Ik had allemaal flugels genomen. En ik kwam dus aan thuis en opeens was ik een beetje lammig. Terwijl ik daar niet lam was. Ja, als je 8 flugels drinkt, binnen 2 minuten, dan moet je dat later in. Ja, opeens kwam iedereen aan met flugels. En toen had ik er allemaal heel veel genomen. Maar dat ging natuurlijk niet gelijk in. Maar goed, ik voel me perfect. En we gaan lekker rijden. En we hebben ook al broodjes gemaakt en zo. Voor in de auto, want wat ik al zei, normaal gesproken deed mama dat. Maar nu moeten we het zelf doen. Ze hebben me wel voorgesteld om het voor ons te doen, hè? Echt? Ik zei, nee, we zijn inmiddels echt goed hoor. Wij kunnen dat, wij zijn volwassen. Volwassen, verstandige mannen, dus kijk eens eventjes. We hebben een hele koelbox gevuld met lekkere broodjes, water, brekers. Alles wat ons hartje begeert. Behalve onze meiden, die moeten we thuis laten. Gaan jullie ook mee in de koelbox, dames? Jullie mee in de koelbox? Ik kom mijn plek achterin. Ja, ik kan gewoon mee. Maar jullie kunnen niet skiën. Wij kunnen dat leren. Volgend jaar. Dadag, tot volgend jaar. Oké, dit gaat makkelijk passen, joh. We hebben een kleine auto, maar dit gaat fantastisch. Hij ligt prima. Oké, dicht gaan. Let's go. Hatsenflats. En vanaf dit moment komen wij ongeveer 9 uur niet meer de auto uit. Oh ja, behalve als we gaan tanken. Komen we nog wel 2 keer eruit, toch? Hoop ik. Hoeveel kilometer is het? 900, nog iets. 900 kilometer, jongens. Oh, ik heb wel zin om lekker zelf te rijden met mijn auto. Dan is mijn auto ook een keer in Oostenrijk geweest. Ja, wel leuk. En dan kun je echt knallen op de autobaan straks. Ja, dat ook. Het is ook donderdag, dus het is wel rustig, denk ik. Ja, oh jongens. Gassen met papa. Ik ga natuurlijk niet de limieten opzoeken, maar we gaan natuurlijk wel even een beetje testen wat het jongetje kan. Gaan we niet de limieten opzoeken dan? Als het rustig is, dan kunnen we gewoon knallen. Oh, lekker. Kijk eens eventjes. Daar zijn papa en mama. En wij gaan in deze auto. En we gaan eerst eventjes tanken. En dan gaan we richting Oostenrijk rijden, jongens. Let's go. Oh, zo. Ik ging bijna op de pakje net zitten. Net op tijd. Ik moest nog even snel naar het toilet en ik was mijn extra sleutel vergeten. Het is wel handig om mijn camera extra vergeten. Dat is helemaal niet mijn camera vergeten. Ja, echt wel. Let's go! De navigatie geeft aan 8 uur en 48 minuten. Dus ongeveer 9 uur. Dan heb ik het toch goed gegokt. Maar hier, nu zijn we zijn alsnog wel sneller waarschijnlijk, toch? Ja, ik denk wel iets inrijden, toch? Als we iets harder rijden. Dat we wel boven die 130 gaan komen. 130? Makkelijk ongeveer 130. Ja, het zou chill zijn als we gewoon standaard 200 kunnen rijden. Ja, maar ik heb wel veel tank, hoor. Ja, dat wordt wel echt een dingetje, jongen, tanken. Ik ben benieuwd, want kijk, mijn pa die rijdt hier voor. Mijn pa die heeft een 435 en ik heb een 135. Dus in principe is het ongeveer een beetje dezelfde motor. Ik heb een net iets nieuwere, volgens mij, want dit is een M135. Maar die van mij is getuned. Dus nu kunnen we goed zien of mijn vaders auto langer kan dan die van mij. Dat sowieso, want volgens mij heeft hij een grotere tank. Ik denk dat hij wel langer kan. Maar ik denk sowieso dat ik sowieso 2 keer moet tanken op de heenreis, 2 keer op de terugreis. Ja. Vorig jaar had Ruben nog problemen met zijn hart, zoals jullie weten. Ja, toen mocht ik niet. Toen mocht je dus niet. Je mocht niet mee skiën. Je mocht niet mee skiën zelf. Ja, dat was echt kut. Alleen een beetje wandelen. Ja, ik was toen eigenlijk het gewoon met Bas, zeg maar, op stap en ook skiën en zo. Mm-hmm. Maar nu mag hij mee! Yeah! Ja, dat was zin. Ja, dat begrijp ik. Het is voor jou weer echt een heel anders jaar natuurlijk. Ja, nou, we zijn gelukkig met mama nog geweest, maar... Toen mocht je wel skiën. Ja, wel echt lekker. Ja jongens, dit wordt top. En er zijn ook andere gezinnen bij, misschien... Ja, ik weet niet of ik dat ooit heb gevlogd, maar... Robin en Merel zijn mee. Dat zijn een soort van zusjes van ons, omdat wij kennen die al sinds onze geboorte. En hun moeder, zeg maar, wij gingen daar altijd, als onze ouders weg waren, gingen naar hun. Dus die zijn gezellig mee met de ouders. Dan Bas is mee, dus Bas van Son, die kennen jullie ook wel van de vlog. Met zijn zusje Babette, dan is er nog een vriendinnetje mee, Frederiek. Dus het wordt een gezellige boel. Ja, wordt gezellig, hè? Ja, wordt leuk. We zijn momenteel aangekomen in Duitsland. Jongens, we rijden nu officieel op de autobaan. En kijk eens wie daar aankomt. Mijn pa. Nou jongens, we zijn alweer een stukje verder. We zijn alweer een tijdje onderweg. Maar we zijn een beetje in een soort van... Filet.
Villet terechtgekomen, jongens. Oh. In een Villet. We rijden momenteel 50 km per uur. En eigenlijk willen we 200 km per uur. Dat is niet gelukt, hè? Helemaal niet. Nee, weet ik niet eigenlijk. Nee, volgens mij ook niet. Wel 160 op cruise control, zo, dat is fucking chill. Maar nog niet, we hebben nog niet echt vol kunnen gassen. Maar we moeten voorzichtig doen, jongens. We moeten voorzichtig doen. Wat een mooie auto, zeg. Zo, Nederlanders. Nederlanders. Huh, dat is papa mama. Huh? Wat? What the fuck? Papa mama. Zijn die ook toevallig naar Oostenrijk? Ja. Wat toevallig dat ze dan nu tegenkomen, ja, hè? Ja, wat gek, hè? Ik hoorde ze dus wel zeggen laatst van ja, we willen een beetje rond december willen naar Oostenrijk rijden. Ja. Maar geen idee. Stel voor dat ze straks in hetzelfde hotel ook slapen. Ja, dat zou allemaal gek zijn. Ja, dat zou, nee joh, dat is, als dat zo is, dan moeten we naar het casino. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt niet normaal. Het is bizar is dat dan. Wat heb je gevonden in de snoep? Banaan? Ik wil banaan wel. Ja, ik wil aardbei. We hebben gewoon een hele catering mee, jongens. Het is toch bezet, toch? Wat zijn we goed voorbereid, Guy? Ja, dat is niet normaal. Oh! Lekker een brekertje aardbei. Is hij koud? Ja, hij is ook koud. Mijn tank is nog niet leeg, maar we gaan even stoppen. Want we gaan eventjes een plasje doen. Maar we gaan hem wel eventjes nog een beetje bijtanken. Want als we nu toch zijn, tank hem dan maar vol. Zo, ook even mijn beentjes trekken weer. Een lekker koffietje, jongens. Want van het rijden word je wel de hele tijd dat je zo voor je uit te staren zo. Dus een lekker koffietje. En Ruben gaat nu trouwens rijden, want ik moet ook nog editen. Dus, maar ik weet niet waar Ruben is. Oh, hij zit al in de auto. Ruub, jij moet rijden. Kom er maar uit, kom. Dan kan ik gaan editen, jongens. Kom, dan kan ik gaan editen. Ik ga maar editen. Waarom doe je dan de deur dicht? Ja. Oh, jongens, jullie zien het niet goed, maar ik heb nog maar 11% batterij. En de render is pas op de helft. Ik ben net dus gaan editen, maar mijn computer is toch wat sneller leeg geraakt dan ik dacht. Dus, ja. Hoe lang doet hij er nog over aan, denk je? Ja, weet ik niet. Dus hij zit nu op 50%. Oh. Dus eigenlijk moet er ergens stoppen straks om hem even op te laden snel. Ja, het wordt lastig, denk ik. Ja, maar ja, anders dan. Want we komen nu pas. Oh, het is nu pas om 19:30. De hele tijd nog, ze is het weggeven naar het andere moment. Maar eerst was het 7:15. Ja, we hebben gestopt. En dan wat file. Het is echt wel een slechte rit, moet ik zeggen. Ja, het is echt heel slecht. Veel mensen op de weg, file. De rechterbaan is sneller dan de linkerbaan. Ja, de rechterbaan is sneller dan de linkerbaan. Want zeg maar, hier in Duitsland gaat iedereen natuurlijk links rijden. Want ze denken dat het allemaal fucking snel is. Maar gaan ze 120 rijden. Ja, dus dat werkt niet. Maar goed, ik hoop dat mijn computer het redt. Hou vol! Hou vol! Kijk eens wat een weer, jongens. De hele tijd van kut weer. Ja, het is echt klote weer. En het rijdt niet door. Ja, niet een hele soepele heenreis tot nu toe. Nee, ja. Nou ja, soepel qua hoe het allemaal gaat, maar meer gewoon dat het gewoon niet echt opschiet. Mijn render heeft het trouwens niet gehaald. Hij stond op 92% de render en mijn laptop had nog maar 1%. En toen viel hij uit. Chill het, man. Aangezien we nu toch heel lang in de auto moeten zitten, zijn we gewoon de hele tijd muziek aan het luisteren. Lekker allemaal nummertjes van vroeger, allemaal nummertjes, alle hitjes van nu. Nummertjes. Maar, waarschijnlijk eind januari, begin februari, komt mijn nieuwe nummer uit. En ik heb hem al een keer laten horen, maar ik ga hem gewoon weer nog een keer lekker laten horen aan jullie, jongens. Komt ie, jongens. Wat is er gebeurd met me? Ik kom niet zo, niemand is er. Wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Je komt niet zo, niemand tussen. Wat is er gebeurd met deze vlam? Valt niet te blussen. Wat is er gebeurd? Jij was goeiemorgen en wel te rusten. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Ja, hij is wel, ik ben er echt blij mee, man. Ja, hij is wel mooi, man. Echt, ik ben hier echt blij mee. Dus begin januari, of sorry, eind januari, begin februari waarschijnlijk, jongens. Maar ik ben er weer bezig en hij komt eraan. Wat een ongein, jongens. We staan serieus misschien nu al meer dan, wat is het? Bijna een half uur nu al. Een soort van half stil gewoon. Dit gaat niet lekker, jongens. En ik heb een probleem, want mijn MacBook is leeg. En de video is helaas niet gerenderd. Echt, dus echt op het laatste moment. Maar ik moet hem dus nog renderen en uploaden. Maar ik zit in de auto zonder internet, zonder een volle MacBook. Dus ja. Dit zijn wel echt dan weer de nadelen van dagelijks vloggen, jongens. Dat je nou met dit soort dingen gewoon rekening mee moet houden. Dat je daar dan nu zo'n stress van krijgt. Dat je denkt, fuck.
moet even iets bedenken. Ja, want als anders komt hij zeg maar echt pas om 8:30 online als het niet later is. Maar kijk, ik denk misschien dat ik zo'n ding kan kopen bij een tankstation waar ik mijn USB-C in kan doen en dan kan ik hem wel opladen. Dan moet ik dat wel vinden en dan moet het überhaupt zijn. En dan moet mijn auto genoeg stroom kunnen geven om mijn MacBook op te laden. Want dat is ook heel vaak gezeik. En dan zeggen ze dat de accu kapot kan gaan en zo. Ik weet het ook allemaal niet. We zijn bij een tankstation, jongens. Ik kan mijn laptop gaan opladen. En het regent en ik moest weer tanken, jongens. Ik heb nu al 3 keer getankt. Maar ik moet zeggen, 2 keer een halve tank en nu 1 volle tank. Dus het valt nog wel mee. En nu ga ik even snel mijn laptop opladen, want dan kan ik misschien nog even uploaden. Dat zou fijn zijn. Ik heb een stopcontact gevonden, jongens. Let's go. Holy shit, jongens. Dit is top. Hij is dus blijkbaar uitgevallen, maar hij gaat wel gewoon... Laat maar aan mijn mond. Daar zijn we, Oostenrijk! Let's go! Let's go, Oostenrijk! Yeah! En hij is, ik weet niet hoe, maar mijn laptop is gewoon... Houdt het heel lang vol. Hij houdt het heel lang vol. Hij zit nu echt bijna al een uur, als het niet meer is, op 7%. Hoeveel procent is mijn laptop? 3%. Hij houdt wel iets te lang vol, vind ik. Ja, jij hebt hem ook. Die vieze laptop op mijn schoot. Hé, jongens. Ik heb net 260 aangetikt. Dat vind ik zo cool van mezelf. Ik vind het ook heel stoer. Ja, echt stoer. Ik denk dat ik nog wel harder ging, maar mijn teller ging zo. Zo kon die wist verder. Het niet meer. Die wist het niet meer. Ja. Maar dat komt omdat hij getuned is. Maar goed jongens, nog 1,5 uur wat ik net zei. En dan laat ik jullie kamer zien. En dan gaan we lekker eten. En dan gaan we morgen voor de eerste keer weer skiën. En jongens, jullie zien het natuurlijk niet. En wij eigenlijk ook niet. Maar we zijn helemaal omringd met bergen. Want we zijn momenteel aangekomen in de Alpen. Ja, we zijn het. Ja, ja, we zijn het. Ja. Je ziet het. Wat een rit zeg. Ja, we zijn er bijna jongens. Nog ongeveer een half uurtje en dan zijn we in het hotel. Ik ben ook wel aan toe dat we er bijna zijn. Ja, en dan ga ik lekker kakken. Maar volgens mij ben je alleen aan het kakken. Volgens mij heeft de hele rit gewoon allemaal aan het scheid, joh. Ik heb het volgens mij ook in mijn voorrecht alleen maar over kak en scheid. Ja, maar daar gaat je hele leven ook alleen maar ja, over. Ja, het is gewoon scheid. Ik heb gewoon een scheidleven. Het is een scheidcontent. Ja, het stinkt ook nog. Dit moet niet gekker worden, joh. We komen ze gewoon weer tegen. Het is toch bizar? Gewoon weer tegen. Ze gaan waarschijnlijk misschien ook nog echt naar hetzelfde hotel ook. Ja, die kans is wel heel groot, hoor. Ja. Maar weet je wat wel echt lijp is? Mijn pa die heeft de Akrapovic onder zijn auto gezet. En dat klinkt echt wel echt heel goed, jongens. Zeg maar, kijk, ik heb van die klappen erin zitten. Dus als ik zeg maar terugschakel, dan hoor je van mij. Kijk, hè? Ja, ik weet niet of het hoorde, maar bij mij heb je dan van die klappen. Maar het optrekken en het gas geven van mijn pa, dat is zoveel lijper dan die van mij nog. Goh. Daar zijn we jongens, in Servaus Vies Ladies, let's go. Oh, lekker zeg. Eindelijk, lekker zijn. Ja, lekker. Oh. Och, och, och. Het ziet er wel een beetje uit. Ja, kijk, ja, nu zien jullie nog niet zo goed, maar dit dorpje is vies. En hier heel is vies. Ja, is heel vies. Maar dit is de piste, alleen je ziet natuurlijk nu nog helemaal niks liggen. Hey, het is woensdag. Nee, niet goed. Wat dan? Nee, het is donderdag misschien, het nachtskiën. Er gaat nog geen grond nog aan. Oh, geen, ja. Hier, je hebt nachtskiën. Ja, dat is leuk. Oh, dat is donderdag hier. Dat gaan wij ook meestal doen. Zeg maar, dan is er 1 avond in de week en dan is er een show en dan kan je nachtskiën en rodelen. Echt heel gezellig. Lekker gek, dan moet de piste. En hier is Servaus. Daar moeten we zijn. Zit hier goed, ons thuis. Ik kom hier al sinds ik 2 maanden ben, elk jaar. En het enige dat jaar dat... Het... Wel? Nee. Wel toch? Nee. Oh niet? Nee. Oh, nou, maar goed. De eerste keer dat ik hier was ik 2 maanden. Hey, waar is Murmely? En toen zijn we eigenlijk bijna elke keer geweest. Behalve toen met corona en misschien nog toen we echt jonger waren. Maar met corona was toen ook het jaar dat we niet konden gaan, ja. Leuke aankomst met de kerstboompjes. Oh, kijk eens even. We komen aan in het dorp. Laat je horen. Ah, goedenavond. Asjafos. Ja, jawoel. Ja, dit blijft wel altijd gezellig, jongens. Zo aankomen rijden in zo'n dorp. Kijk, dit is ook een heel gaaf hotel. Maar ja, daar betaal je ook voor. En als je zo aankomt rijden, dan rij je ook een beetje langs plekken waar wij altijd een drankje gaan doen. Dus dat ga ik even laten zien. Misschien is het wel al gezellig, joh. Misschien moeten we de auto gewoon voor de deur zetten misschien bij de George. Misschien gaat het helemaal los al. Ja, misschien moeten we gewoon de auto alvast bij de apres-ski neerzetten. En dan gaan we gewoon eerst even apres-ski en dan gaan we daarna wel... onze koffer in uitpakken. Misschien is dat het. Ik denk dat dat een verstandig plan is. Jongens, hier zit de George.
En hier gaan wij altijd in de avond lekker een drankje doen. Maar er na nog geen kip hoor. Nee, dat was allemaal niemand. Maar na het skiën gaan we altijd naar de Partje Pub. En dat zit zeg maar echt aan de rand van de piste. En dan gaan we meestal naar huis, gaan we even lekker eten. En als we dan in de avond echt nog willen uitgaan, dan gaan we meestal naar de George. En dan gaan we op de tafel staan daar. Ja, hartstikke leuk. En bier drinken, want dat doe je. Bier. Bier. Ah. Zo, lekker de beentjes trekken. Maar we hebben het gehaald. Yes! Oh, jij hebt het allemaal gedaan. Helemaal niet, ik rij heel netjes. Zo jongens, ik ga de deur even lekker dicht doen. Oeh, kijk eens even lekker. Zo jongens, kijk even hoe smerig mijn auto is. Holy shit. Potje aan Dory, hé. Die is wel pittig, joh. Maar goed, we zijn de auto aan het uitladen en dan gaan we naar de kamer. Oeh. We hebben net lekker gegeten en ik ben benieuwd naar de kamer. En dan ga ik gelijk even lekker douchen, schijten. Hoezo ben je benieuwd naar de kamer? We komen hier elk jaar, toch? Ja, maar gewoon toch, het is toch altijd weer lekker gewoon. De mensen zijn benieuwd naar de kamer. Zo, nou. Jongen, je hebt het fantastisch gedaan vandaag. Oh. Het voordeel dat ik nu zelf ben gaan rijden en met mijn eigen auto ben, is dat we echt lekker veel mee hebben. Ik heb deze koffer mee, die ik ook mee had naar Londen. En nog een hele grote koffer. Hier zitten onze skispullen in, dus ook die van Ruud. Niet alleen van mij, dat zou wel heel heftig zijn hoor jongens, maar ja, dit is top. Want eigenlijk heb je zeg maar dubbele dagen hier, want je moet je moet je skikleding aan. En ik heb ook gewoon een thermo aan met een trui. Maar in de avond ga je ook nog dingen doen, dus moet je ook weer andere spullen bij je hebben. Dus eigenlijk moet je dubbele kleding meenemen jongens, dus vandaar is het heel handig. Zo, daar gaan we. Hey. Welkom in de kamer. Oh jongens, nou ja, kijk, dit is de kamer. En voor mensen die al langer naar mijn vlog kijken, die kennen deze kamer, als het goed is. Dit is top. Ik ben blij dat we er zijn. Zonder ongelukken, zonder gekke dingen. Kijk, ondanks dat het gewoon best wel veel aan het regenen was en dat er allemaal file was, was het een prima ritje. Dus we zijn er. Snelle roentour jongens, dit is het bed zoals jullie zien. Dit is de badkamer. De badkamer. En weet je wat het mooie is van deze badkamer? Je zou het niet geloven jongens. Er is hier een toilet met wc-papier. Hé, hey, dat is wel echt luxe man. Dat hier wc-papier gewoon, dat het al wordt opgehangen. Ja, bij ons heb je dat niet. Nee, bij ons is het zeg maar best wel bijzonder als er wc-papier is. Nee, grapje. En kijk eens eventjes. Ja, jullie gaan natuurlijk waarschijnlijk nu helemaal niks zien. Maar we hebben een balkon. Wat een uitzicht hè. Poortje Andori. Nee, dit is lekker jongens. Lieben Leute. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Wij gaan lekker slapen. En morgen gaat het de hele dag sneeuwen. Dus we gaan morgen waarschijnlijk niet gelijk de piste op. Maar we gaan wel snowboards halen. En gewoon even rustig opstarten. Misschien even dorp in gaan. Dus morgen wordt weer een fantastisch leuke dag. En ik hoop jullie morgen weer te zien. Dus ik spreek jullie later. Tot morgen. Hoi.